ging kom een dame, zij keek naar monden. Ik was juist de vader, o wat ongeveer. Ja, hier moet ze wezen, ze trekt aan de bel. Onmogelijk, dame, hoewel het me spijt. Het is maandag, dus u snapt dat het niet kan. Die maandag krijg je als huisvrouw er rillingen van. Dan heeft u reden, mevrouw, om blij te wezen. Want ik kom er juist van die rillingen gelegen. U kijkt natuurlijk tegen een berg vuil water. Uw man is humeur op de deur uitgegaan, want u heeft het altijd even druk. Ik hoor het al. U raakt ook het huwelijksjuk. Pardon, nog niet. Maar toch weet ik het goed. En het is altijd het huiswerk weer wat het om doet. Maar de grootste liefdesland moet uitgedoofd worden tussen vuile kleren en checkerboard. Maar voor mij toch ook. Ik had ook andere idealen dan mijn handen rood wassen op soepterrins en schalen. Daarom breng ik u nu juist een bezoek. Hier is een bespin. Wim? Juist. Doet u nu eens een beetje spin op deze doek. Breid eventjes over deze pannetjes heen. Ziet u? Pet en aanslag zijn verdwenen. Ik sta perplex. U komt toch een hemelse bode? De moeite niet waard. Ik leer u even de juiste methode. Ook met was had u risico voorkomen. Als u dadelijk onze rinsel had genomen. Rinsel voor de was maakt u goed helder en schoon. Ja, ik zal het kopen. U krijgt dus uw loon. En heeft u fijn goed, dan geen kapot. Haal een pak geluk, maak een heel dag top en overhemden. Of een derde japon, die slaapwassen even goed als voor je kon. Mevrouw Jansen zegt altijd, lukt het maar al. Mijn man vraagt vrijheid terecht, als dat het geval is. En al deze goede dingen worden vervaardigd bij de beroemde De Lemers Zeepmaatschappij. Want de zon ligt steeds daar ook niet vandaan. Precies, daar raad ik al mijn kennis en voortaan aan. De naam van de Rijn heet de open deur. En laat en de zon ligt ze weer. Want de licht mijn zon ligt in het zwarte weer. En vrede in ieder begin. Van huiselijk onweer is niet meer zo slim. Een drie staat reeds op aan de wereld kind.